Op 15 juni 1959 ging Fonny voor een week naar Wageningen met de vijfde klas. Terwijl Fonny heerlijk op reis was, lag Pietje ziek in zijn bedje. Dagen later, toen Piet weer beter was, zat hij op de stoep verlangend uit te kijken of zijn zusje nog niet thuis kwam. Een maand later was Pietje jarig. Door dat heerlijke feest vergat Fonny bijna dat er nog zoiets als een school bestond. Sie kommt nicht mehr.